Op haar Instagram-account toont Wendy van Hout, de vriendin van Peter Gielies, een inspirerende en kwetsbare kant van zichzelf. Ze neemt haar volgers mee op een persoonlijke reis door de verschillende fases van haar gewicht gedurende de afgelopen jaren met een krachtige boodschap: stop met het beoordelen van iemands lichaam. Wendy deelt opvallende Instagram-stories waarin ze openhartig spreekt over haar gewicht en de uitdagingen die ze heeft ervaren. Ze wijst op het fenomeen van bodyshaming. Waarbij ze ongewenste berichten ontvangt over haar lichaam, vooral wanneer ze foto's plaatst waarop haar buik zichtbaar is. Ze maakt een einde aan de geruchten over een mogelijke zwangerschap en neemt een standpunt in. Met een zelfverzekerde selfie waarop haar buik te zien is, omringd door screenshots van reacties, doorbreekt Wendy het taboe. Ze deelt met haar volgers: Nee, ik ben niet zwanger. Laten we teruggaan naar 2022, schrik niet. In de volgende story plaatst ze drie oudere foto's met de tekst. 2022, 42 kilo en afhankelijk van zondevoeding. Ze benadrukt het belang van stoppen met bodysamen en roept op om verder te kijken. Ze deelt haar persoonlijke strijd en eindigt met trots op haar huidige gewicht van 57 kilo en de liefde voor haar buik. De boodschap van Wendy is een krachtig pleidooi voor begrip en empathie, en haar openheid over haar eigen reis inspireert anderen om voorbij uiterlijkheden te kijken. Haar post benadrukt de waarde van zelfacceptatie en het respecteren van de diverse paden die mensen bewandelen in hun persoonlijke reis naar welzijn.